Goedemorgen. Er zijn pas er zijn een stel positieve en een paar negatieve dingen in dit weekend naar buiten gekomen. Ik ga met de positieve dingen beginnen. DirecTV, TV Direct 13 heeft een perfecte interview gedaan met de Duitse arts Olaf Müller. En Nicole heeft er mooi werk van gemaakt. En eindelijk eentje die niet bang is voor wat dan ook en de waarheid naar buiten brengt. Nicole, ik hoop dat je doorgaat. Ik hoop dat je de kracht vindt om tegen deze rotzooi te vechten. Ga door. Er zijn een hele hoop stukken die ik heb er alle stel naar jullie toegestuurd. Bekijk het even. Er is een hele hoop gaande en we worden echt werkelijk voor de gek gehouden. En de hele COVID is werkelijk uit elkaar aan het vallen. En daarom dat meneer Rutte nu als een gek nog probeert iedereen op te sluiten. Maar goed, Nicole, een geweldig werk. Echt waar. Mijn complimenten. Ondertussen, oké, ik heb dus ook heb ik een, vier artikelen in HP De Tijd. Dat is een groot dagblad die daar werk van gemaakt heeft. En het gaat allemaal over de gevaren van mondkapjes. Dat is echt ongelooflijk wat ook daar beschreven wordt. En ook fijn dat onderhand dus de reguliere pers naar buiten aan het komen bent. En we zien het ook bij Hubach, de beste man die de hele virus gewoon door het belachelijke haalt. Geweldig, joh. Kijk, het moet onderhand naar buiten komen dat we gewoon alleen maar voor de gek gehouden worden door een stel politici die proberen de macht te houden. En dat moeten we dus meer naar buiten brengen. Niet alleen de dingen dat hoe erg het virus is. Het virus is helemaal niet erg. Er is niets met het virus aan de hand. Er gebeurt ook niks. En we zien ook dat de cijfers gewoon zo gemanipuleerd worden. Ja, ik vraag me af in hoeverre juridisch dat je dit aan kan pakken, want het is het verlakken van van ons om ons vals te informeren. Dus ik zou zeggen van joh, doe pik het niet. Het is gewoon een ellende die ze aan het creëren zijn, een ellende die er dus niet is. Verder hebben we ook nog gezien, hebben we mogen lezen, dus ook weer over de mondmaskers, maar dan uit de hoek van de RIVM, en die dus ook heel duidelijk stellen dat het dus goed mis is met die mondmaskers. Datzelfde doet ook de World Health Organization, die ook naar buiten brengt dat bijvoorbeeld een quarantaine totaal nutteloos is, of dat het helemaal fout gedaan wordt. Iedereen is proberen zijn eigen hakje nu aan het proberen veilig te stellen. En dat is dus waar we dus ook, wat ook steeds meer naar buiten gebracht moet worden. De grote organisaties, RIVM, de Wereldheldorganisatie, wat mevrouw Trinidad naar buiten brengt, 3000 artsen, en dan niet artsen en huisarts, maar ook specialisten en zo, verklaren gewoon dat het een hoax is. Dat dus die hele corona is een hoax. En doordat wil ik even door twee acties waar ik mee bezig ben. En ik hoop dat ga die dingen delen, mensen. Want het is het enige waar we de mensen mee wakker. Zojuist heb ik gezet van kom in opstand. Het is genoeg geweest. We hoeven die coronaregels niet te pikken. We zijn
Zowel in Nederland met 17 miljoen mensen. We zetten hem hier met 160.000 mensen. In de andere eilanden hebben we ook nog een paar honderdduizend zitten. Als we met z'n allen in opstand komen, dan is de hele politiek kapot. En daar gaat het om. De politiek is zo bang. Ja, en het is zo smerig in elkaar gezet. We moeten dit laten vallen. En laat mij dan maar de grote mond zijn. En die oude fans, zoals een van onze geweldige fans, die mij continu aan het stalken is, mevrouw Banserio. Het is gewoon van, we worden belachelijk gemaakt, maar we hebben wel degelijk alle bewijzen in handen. En ik heb dat al in mijn coronaboek gezet. Ik zet het hier dagelijks op mijn walls. Geef het door. Geef die boodschappen door. We moeten in opstand komen. We moeten het stoppen. En de opstand, we hoeven helemaal niet negatief te zijn. En daar bedoel ik mee van, we hoeven niet gaan te schreeuwen, te vechten of alles. Heel simpel. Als we alle winkels en alle gelegenheden sluiten. Ja, en als wij, of wij als burgers vertikken om naar die winkels te gaan. Ja, dan houdt het op. Dan houdt het op. Wat denk je? Ik heb al een brief die jullie kunnen laten tekenen, heb ik al gepost. Dat juridisch indekt dat je de bedrijven die willen hebben dat je masker draagt, die kun je gewoon heel simpel aanpakken. Die kun je gewoon heel simpel. Ja, die zijn zo simpel. Je gaat er niet naartoe. Dan hebben ze geen inkomen en dan hebben ze niets. En besef dat nou eens een keer. Kijk, deze winkels en instanties zijn tegen de wet bezig. Er is geen wet die mij kan verplichten en ook u niet kan verplichten om een masker te dragen. Er is geen wet die mij de toegang kan weigeren. Ik heb geen crimineel record, ik heb niets op mijn naam staan. Dan ben ik vrij, ja, volgens het eerste artikel wat er in de wereld beschreven wordt, de human rights, ja, dat mij de vrijheid geeft dat ik gewoon een winkel of waar dan ook binnen kan komen. En daar kunnen ze mij niet gaan zeggen dat ik een masker of mijn eigen belachelijk moet gaan wassen of mijn tenen gaan pulken of wat dan ook. Of in mijn neus gaan zitten pulken omdat mevrouw of meneer bij de kassa wil hebben. Niemand kan dat je verplichten. Er is geen wet. Er is geen wet. En gaat dat dus. En jullie, degene die zo angstvallig met een masker lopen, ja, dat zijn de mensen die ziek zijn. En kom niet met andere smoezen. Die mensen met een masker, die nu met een masker lopen in de stad, ja, zijn de mensen die zelf ziek zijn. Of ze zijn geestelijk ziek, ja, of ze zijn ziek van alle berichten en weten niet meer wat ze moeten geloven. Als je niet ziek bent, als je gezond bent, waarom moet ik dan een masker dragen? Vertel mij dat eens. Ik heb niets bij me om naar jou buiten, om af te geven. Dus als ik heb geen virus dat ik iemand kan infecten. Ja? Dus waarom mag ik geen normaal ademhalen door mijn neus en mijn mond? En waarom mag ik niet normaal komen? En wat het ergste is, wat we nu zien bijvoorbeeld bij het bedrijf Centrum Supermarket. Ja, ik noem ze gewoon bij naam, Centrum Supermarket. Is een van die bedrijven waar je aangevallen wordt door mensen en personeel dat jij niet een mondmasker draagt. Ik ben dan een gevaar voor de gezondheid. Bullshit! Ik ben niet een gevaar. Jullie zijn een gevaar met die rotmaskers op. Want jullie zijn ziek. Jullie willen iets tegenhouden. Jullie zijn dus ziek. Binnenhalen krijg je toch met dat masker wat je draagt. Dus nogmaals, de mensen die nu een masker dragen, dat zijn de zieke mensen. Dat zijn de corona-kronkelmensen. Of ze hebben een virus, ja, maar dat weten ze niet, want ze zijn niet getest door een test die een DNA-test is. Dus ook nog geen test voor corona.
Ja? En het zijn ook nog eens mensen die geestelijk zo gehersenspoeld zijn. Als achterlijke robotjes 2 meter van elkaar af gaan staan. Ja? En dan mensen aan gaan vallen en agressief worden. Als je 5 centimeter er dicht bovenop staat. Of dat je ze gewoon netjes aanspreekt. Van, hey mevrouw, alles, goeiedag, gaat alles. Dan worden ze nog kwaad ook nog. Nou, dat zijn de geestelijke gestoorden die we hier hebben. Niet alleen op het eiland, maar op de wereld momenteel. De mensen zijn gewoon geestelijk gestoord. En het wordt tijd dat dat stopt. En ik hoop ten eerste dat jullie het gaan naar buiten brengen van, om de companies en de stores te boycotten. En ik hoop ook dat jullie naar buiten gaan brengen over de, dat je in opstand moet komen. En dan een positieve opstand. Doe, verweiger aan al deze dingen mee te doen. Weiger Sambiel, die mij bedreigd heeft, omdat ik zeg van dat ze illegaal bezig zijn. Ja, Sambiel heb ik een, nu hebben ze me geblokt, alleen omdat ik gezegd heb van, pas op, jullie zijn tegen de regels bezig. Maar ja, hoe ga je een Venezolaan uitleggen in het Nederlands of Engels, ja, dat ze illegaal bezig zijn? Kennelijk zijn ze nog meer illegaal bezig. Sorry, maar dat blijkt wel uit de mails die ik van jullie heb gekregen. Het is toch voor de zotte dat ik als gezond mens, ja, geboycott word door winkels. En dat ik aangevallen word door winkels die maar kost wat kost open willen blijven. En als ze dadelijk gaan stellen dat ik in mijn blote kont moet lopen, ja, dan doen ze het ook nog. En dan moet ik het doen, want anders mag ik nog dadelijk mijn brood en mijn beleg nog niet meer kopen. Nou, ik weiger het om hier aan mee te doen. En dat zullen nog veel meer mensen moeten doen. Veel meer mensen moeten naar buiten gaan komen. Veel meer mensen moeten gewoon dit naar buiten brengen. Doe deze video naar buiten brengen. Ik bedoel, ik blijf steken op 800-900 keer dat dit gedeeld wordt. Dit moet 10.000. We hebben 160.000 mensen. 160.000 mensen moeten dit horen. Dit moeten mensen horen. Het moet afgelopen zijn met die corona-onzin. En als meneer Ruggenaat en meneer Gerstenbloed werkelijk het goed voor heeft met ons, dan moeten ze dus even luisteren naar al die experts die dus een hele hoop naar buiten hebben gebracht dat de hele corona verkeerd aangepakt wordt. En als je ziet hoe goed Aruba het doet en hoe slecht ze naar buiten worden gebracht, nou, mijn complimenten Aruba, want binnen nu en enkele weken zijn jullie een geweldig land die de hele wereld kunnen organiseren, weer binnen kunnen halen. En dan is het niet zo'n bankscheiterige rotzooi als wat we hier hebben. Samen met Nederland, met een paar corrupte politici, ja, die alleen maar geld inzien in deze handel en zorgen dat wij alsmaar maar opgesloten blijven en al onze vrijheden afgenomen worden. Mensen, het is genoeg geweest. Kom verdorie nou eens een keer op voor je eigen. En doe je het niet voor je eigen, doe het dan voor je eigen kinderen. Het is genoeg geweest. We boycotten alles. We laten de winkels maar naar zijn moer gaan. Dat is de enige manier om kracht bij te zetten. Word niet agressief. Ga niet vechten. Ga ook niet in met vechten met deze hersengespoelde mensen die met een metertje lopen om mij te zeggen dat ik 2 meter van haar of hem moet gaan staan. En ik heb helemaal geen boodschap aan het personeel van een Sambiel of van een de Hindoes die nu ook alles aan het afsluiten zijn. En zeker ook niet van Centrum Supermarket die mij gewoon weren, omdat ik als gezond mens niet in hun winkel mag komen. Oké, ik wil het daarbij laten. Ja, sorry dat ik een beetje misschien te hard overkom. Maar alsjeblieft, doe deze video delen. Deel hem ook naar Nederland. In Nederland speelt precies hetzelfde. En laten we met z'n allen nee zeggen tegen deze shit
die er nog bezig is. Nogmaals bedankt voor Nicole en haar Notitia 13 en ook mijn complimenten voor HPD Tijd en ook de artsen die naar buiten aan het komen zijn. Het is ook goed dat de Wereld Health Organisatie een 180 graden turn aan het maken is. Alleen, ja, nu moeten dus heel veel fouten moeten er bekend worden. Ja, dat is allemaal moeilijk, dat is pijnlijk. Maar in ieder geval, het is gaande en wij moeten het ook niet meer pikken. Oké, ik maak het niet langer voor jullie. Het is al lang genoeg geweest. En dat was het voor vandaag. Bedankt voor het aanhoren. En ja, bedankt voor. We zien elkaar wel weer een andere keer. Groetjes. Hoi.